aardig is dat deze, die bruine vlakken, die komen van de balie van mijn vroegere werkgever, RTL Nederland. Daar heb ik jaren gewerkt. De vader van Obama komt natuurlijk uit Kenia. En ik ben jaren terug ben ik voor opname in Kenia geweest. En toen lagen deze stukken van een vissersboot lagen op het strand van Mombasa, Kenia. Nou, dus ja, dat was natuurlijk perfect voor dit portret. Nou, binnenkort wordt hij aan de Amerikaanse ambassadeur aangeboden. En ja, of hij hem aan Obama zelf geeft, dat weet ik natuurlijk niet. Maar anders hangt hij in ieder geval op Amerikaanse grondgebied. Het is natuurlijk wel supercool als je weet dat jouw werk, wat hier door je handen is gekomen, van het hout dat je hier uit containers hebt getrokken, van het strand van Mombasa hebt meegenomen, dat in het Witte Huis hangt. Het magische Witte Huis. Ja, dan mag het ergens op de wc van de bedieners hangen.